De oud-uitkundige vereniging Felita houdt voor het eerst een zomerschool op 4 dinsdagen in juli en augustus 2020. 28 juli vond de aftrap plaats in de Johanneskerk met de lezing De historische planvorming van Amersfoort. Deze werd gehouden door Jaap Evert Abrahamsen. Jaap Evert Abrahamsen is architectuurhistoricus en werkt bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Hij is auteur van de vorig jaar verschenen historische atlas van Amersfoort. Volgend filmpje geeft een korte impressie. Dan moet je op de een of andere manier ook de ruimtelijke ontwikkeling, de ruimte waarin de gebeurtenissen zich afspelen, die moet je op de een of andere manier in beeld hebben. En ik heb daar een paar accenten in aangebracht. En dat is vooral in de middeleeuwen. Dus dan heb ik het over dat blokje daar, waarin Amersfoort vanuit het bisschoppelijk hof groeit, heel snel groeit. En twee keer groot uitbreidt. Dan gebeurt er heel lang heel erg weinig op de grote schaal, zeg maar. Dus van pak een beet 1400 tot ongeveer 1850 gebeurt er gewoon praktisch niets op stedenbouwkundig gebied. En dan begint het weer. En dan gaat het ook heel snel ineens. Dan komt het leger, het spoor. Er komen nieuwe ontsluitingswegen. Er komt de spoorweg naar Amersfoort. En dan gaat ineens de woningbouw gaat beginnen. De bedrijvigheid, de grote industrie gaat heel snel uitbreiden. En dat gaat eigenlijk door tot in het interbellum. Met als, natuurlijk als knip de Eerste Wereldoorlog en als knip de Tweede Wereldoorlog, waarin eigenlijk alles stilstaat op het gebied van bouw en stedenbouw. En dan na de Tweede Wereldoorlog, dat is dus het thema van deze reeks, het eigenlijke thema van deze reeks, dan gaat het ook weer heel snel. Eigenlijk sneller dan ooit. Juist in het verleden moesten mensen zich aan het landschap aanpassen en was iedere ingreep in het landschap. Alleen al het kiezen van een plek waar je ging wonen of waar je een stad ging beginnen, was van groot belang. Dus planning is altijd een concept geweest dat heel erg belangrijk is voor stedenbouw en vooral middeleeuwse steden. Maar ook Amersfoort, dat zal ik straks laten zien, is in de middeleeuwen wel degelijk een geplande stad. En dit is de groeikaart van Amersfoort. En in de 20e eeuw, vooral na de Tweede Wereldoorlog, is dat helemaal omgeklapt. En is Amersfoort zich alleen maar die kant op gaan uitbreiden. Waardoor een enorm soort waterhoofd is ontstaan bijna. Waar het centrum ligt nog steeds in het oude centrum. En hier ligt eigenlijk het zwaartepunt van de Amersfoortse woningbouw. En wonen ook veruit de meeste mensen. U ziet daar de kaart van Jacob van Deventer links uit 1560. En dit is de kaart uit 1888. Dat is even ter illustratie van die 4 eeuwen stagnatie. En dan zie je eigenlijk dat Amersfoort in rond 1400 tot wel een van de grotere steden van Nederland behoort. En dan hier ziet u in de Gouden Eeuw, dat Amersfoort valt ook van dat kaartje af, want een aantal andere steden groeit heel hard. Het onderliggende landschap is van groot belang voor een stad, voor hoe een stad eruit ziet en voor de planning van een stad. En als je kijkt naar dat landschap, dan zie je dat Amersfoort precies op een uitloper ligt van de Utrechtse Heuvelrug, op een plek eigenlijk waar aan de ene kant het zand en de Eemvallei elkaar raken, dus op een hoge plek, maar vlakbij een lage plek, vlakbij het water, dus bij de infrastructuur. En ook nog eens bij een doorgaande route die over de Utrechtse Heuvelrug liep, zo richting Hoogland. En de Hoogland heet ook niet voor niks Hoogland. De periode, pak een beet, ongeveer van 1000 tot 1200, dat noemen we de grote ontginning. En in dat agrarische landschap waren ook centra nodig voor de inning van belastingen en voor het bestuur. En Amersfoort, de bisschoppelijke hof in Amersfoort, was zo'n centrum. Dat is niet zomaar bedacht. Dat hele landschap is van een woestenij in een heel gereguleerd agrarisch landschap. Dus daar zit ook planning achter, niet alleen achter die steden, maar ook achter het landschap. Dus tussen de Eem en die bisschoppelijke hof in begon een eerste stedelijke ontwikkeling en begon de handel een beetje op te komen. Daar is het hof te zien en hier zijn vondsten van vooral boerderijen geweest. Dan krijg je langzamerhand ook zeg maar meer stedelijke functies. Ja, dat hier, kijk, daar zie je echt van een toch wel behoorlijk regelmatig straatpatroon. Dus dat is echt ook een stuk geplande stad weer, net zoals die hof.
die ook mooi bijna rechthoekig is. En hier, dit zijn reconstructietekeningen, ook weer van de afdeling archeologie, waarin het Havik, dus die havenwijk, wordt neergezet. En volgende, het grootste element, waardoor Amersfoort ook beroemd is, dat is die eerste stadsmuur. Die is vrij snel, dus in de loop van de rond 1400, 1450, is die verdwenen. Is die vervangen door een tweede stadsmuur. En die oude stadsmuur is vervolgens gebruikt om muurhuizen van te maken. En dan is de vraag van die enorme groei uit die tijd, waar komt die vandaan? Voor een deel komt die uit het bisschoppelijke hof en uit de groei van de economie en de ontginningen in Eemland. Maar er was nog iets anders dat Amersfoort veel goed heeft gedaan. En dat was het mirakel van Amersfoort. U ziet het hier op een schilderijtje dat volgens mij in de oud-katholieke kerk hangt. En dan krijg je eigenlijk dat die eeuwen van stagnatie. Dus dan is het 1400, 1450. En dan heb je die stadsplattegrond bereikt die Jacob van Deventer ongeveer getekend heeft. Ja, een andere kwestie die eigenlijk door de geschiedenis van Amersfoort altijd heeft gespeeld, dat is de bereikbaarheid. Amersfoort lag niet op zo'n soort plek, maar lag aan de Eem die matig bevaarbaar was. Grote schepen konden er niet komen. Er zijn allerlei plannen ontwikkeld om in de loop van de tijd die Eem wat beter bevaarbaar te maken. Er zijn ook stukken rechtgetrokken. Er is behoorlijk aan gesleuteld. En dit is de waterschapskaart van de Eem. Dat waterschap van de Eem en de aankleven van Dien, heet het geloof ik, is mede op instigatie van de stad opgericht om het waterbeheer van al die beken en de Eem te verbeteren en dus ook de bereikbaarheid van Amersfoort zeker te stellen. Ja, een van de minder aangename onderdelen van het landschap had te maken met de justitie van Amersfoort. De stad had de hoge rechtspraak, zoals dat heette, dus mocht ook doodstraffen uitspreken als het nodig was. En om te laten zien dat zo'n soort dreigement ook serieus was, had iedere zichzelf respecterende stad op een hele in het oog lopende plek een galg gestaan. Als je gewoon de provinciekaart van Utrecht bekijkt, is dat eigenlijk het grootste ding wat je daarop ziet. Dat is deze weg. En je ziet daar een lijnrechte weg, beplant met bomen. Met aan beide kanten zie je van die vakken. Dus het zijn hele grote percelen. En het idee was om eigenlijk voor het eerst een hele mooie weg aan te leggen tussen Amersfoort en Utrecht. Het was altijd een soort slingerpad over door die, ja, dat werd ook een woestijn genoemd, letterlijk, in de tijd van Kampen. Dus dit was behoorlijk arme grond met zandverstuivingen en heide. En Van Kampen heeft die weg ontworpen, dat weten we zeker. En het idee daarvan was eigenlijk dat door een soort publiek-private samenwerking het hele landschap zou worden veranderd. Het idee was om die weg aan te laten leggen door de mensen die hier deze grond in bezit kregen. En die grond konden ze voor niks krijgen. In ruil voor het aanleggen en onderhouden van die weg. En dan moet het ongeveer zoiets zijn geweest. Die toren, dat is even ter verklaring van die ondertitel van de Atlas, middelpunt van Nederland. De toren van Amersfoort werd gebruikt als nulpunt voor de driehoeksmeting die rond het einde van de 19e eeuw werd uitgevoerd in Nederland. De hele land werd opnieuw opgemeten en er werd een driehoeks meetnet aangelegd met de toren van Amersfoort als nulpunt. En dat is vrij lang zo gebleven tot ver in de 20e eeuw en toen is dat nulpunt ergens in Frankrijk gelegd, zodat je geen negatieve coördinaten meer had. En daarbij werd de koppelpoort gehandhaafd met hulp van allerlei partijen van buiten. Eigenlijk is het een soort folie geworden, zou je kunnen zeggen. Die poort, ja, die was natuurlijk nergens meer goed voor, al heel lang niet meer, want die was als verdedigingswerk in onbruik geraakt. Was er alleen nog maar omdat die mooi was. Maar goed, het bekendste stadsgezicht van Amersfoort is toch wel, als je vanuit de trein op die koppelpoort kijkt, dat is voor heel veel mensen het visitekaartje van deze stad. En ook eigenlijk een soort symbool van Amersfoort als hele mooie middeleeuwse stad.
En ik denk dat Kuipers en zijn tijdgenoten hebben dat ook gezien en hebben die poort als een soort folly langs die nieuwe spoorlijn laten staan. Nou, dat spoor dat gaf een enorme impuls aan de stad Amersfoort. Door het spoor ging de stad voor het eerst buiten zijn muren bouwen. Er kwam niet alleen een spoor en een enorm spooremplacement, maar ook een grote wagenwerkplaats in Amersfoort waar honderden mensen kwamen te werken. Die moesten ook ergens wonen. Die gaven een enorme impuls aan de lokale economie. Dus het spoor heeft niet alleen maar qua ontsluiting, maar ook echt qua als economische functie enorme impact gehad op de groei van Amersfoort aan het eind van de 19e eeuw. Het spoor gaf mensen de mogelijkheid om buiten te gaan wonen. Dus de eerste forens. Je had natuurlijk in de 17e eeuw wel die buitenplaatsen, maar dat was voor een hele kleine elite en daar deed je ook best lang over. Die dingen lagen trouwens bijna altijd langs rivieren of langs de trekvaart, altijd op goed bereikbare plekken. Maar dat was een hele kleine elite. In de einde 19e eeuw gaf het spoor heel veel meer mensen de mogelijkheid om te gaan wonen op een plek waar ze niet werkten. En een groot aantal steden van Nederland speelde daarop in door villawijken te gaan aanleggen. Dus dan krijg je een heel nieuw type woningbouw. Dus grote gebieden met vrijstaande huizen of twee onder een kap-achtige huizen en hier en daar een rijtje. Maar die werden gebouwd met alleen maar een luxe woningbouw. En een van die gebieden is de Amersfoortse Berg. En die ligt niet heel toevallig direct tegenover het station op de best bereikbare plek van Amersfoort. Dus daar kon je goed wonen. De stad begon toch behoorlijk te groeien. Niet alleen maar door het spoor trouwens, maar ook door het leger. Er kwam een groot aantal kazernes, ook hier, die ook heel veel mensen aantrokken. En niet alleen maar gewoon soldaten, maar ook officieren die ergens moesten wonen. Er kwam ook wat meer industrie. En dat werd allemaal een beetje aan de markt overgelaten in die tijd. Dus in de 19e eeuw, na eeuwenlange stagnatie, begonnen dingen ineens te gebeuren. En stadsbesturen in Nederland en ook in Amersfoort, ja, die hadden eigenlijk niet echt een idee wat ze daarmee moesten. Ze waren natuurlijk blij met alle ontwikkeling, maar het idee dat je dat ook moest gaan sturen of dat je daarover na moest denken, ja, dat was niet zo heel sterk op dat moment. En wat je ook ziet in die tijd is de eerste ontwikkeling van arbeiderswoningbouw. Dus, en dat is dan vooral in het Soesterkwartier, dus bij de industrie, achter dat spooremplacement, waar mensen die voor het spoor werkten voor niet al te veel geld moesten kunnen wonen. Daar zie je ook de eerste tuindorpen ontstaan. En dit is er zo één op een luchtfoto. En het grappige van deze is, dit is eigenlijk de eerste plek dat je echt stedenbouw ziet als ontwerp. Maar hier, zo zag Amersfoort er dus uit in 1942 of 43. Nog steeds binnenstad, heel ver uit het midden. Ontwikkeling vooral hier naar de Berg, Leusdenkwartier en dan hier het Soesterkwartier. Met hier die stervorm in het midden. Dus vooral in de jaren 50, 60, maar ook al vlak na de oorlog werden er grote plannen gemaakt voor de binnenstad van Amersfoort om die beter te ontsluiten en om een deel van dat plantsoen om te bouwen tot een grote verkeersweg, de Stadsring. Daar was dus dit, het einde van de beek die uitkwam op de Eem. En dat werd verbouwd tot dit. Je hebt aan de ene kant dat kernplan en dan krijg je na de oorlog de grote plannen en de grote annexaties om eigenlijk het evenwicht in de stad weer te herstellen. Dus om tegenover die uitbreidingen aan de zuid- en oostkant om nieuwe gebieden te gaan ontwikkelen aan de noordkant. We hopen dat u met plezier heeft geluisterd en gekeken naar deze aflevering van de Zomerschool. De Zomerschool gaat verder met de wederopbouwtijd en de groeistad. Meer informatie hierover en over andere activiteiten van de oudheidkundige vereniging Vlieten kunt u vinden op historischamersfoort.nl.